Nou, kijk, die bus hier. Als je je voorstelt, heeft het wel zin om deze dingen op te volgen of een plekje in je leven te geven? Nou, denk dan voortaan maar als allereerst aan de bus. Want het klopt als een bus, inderdaad. En dat leg je nog wel uit. Maar die bus is ook meteen een mooie metafoor. En zo'n halte natuurlijk ook. Hè. Dus sta je stil bij het volgende, kan je wel zeggen. Elke keer dat je je lifestyle wilt verbeteren en je twijfelt. Denk aan eten, aan contacten, fysiek, werk of mentaal. Kijk, die bus zit vol met, dat ben jij, die zit vol met passagiers. Hè. Het zijn ook allemaal jij's. Je hebt de liefdevolle passagier, je hebt de hoopvolle passagier. Je hebt de kritische, de cynische passagier, de weglachende passagier, de bedeesde, de avontuurlijke. En nog wel meer passagiers. Nou is de vraag, welke passagier zet je zelf achter het stuur? Welke bestuurt bij jou de bus, zullen we zeggen? En wat zou die passagier die jij aan het stuur zet, doen dan, nu concreet? Nou, maar betwijfel, denk aan die bus dus, want het zit wel in je dus, hè? Oké. Okay. En als je dan zo'n bus ziet ook, who drives? Weet je wel, wie zit er achter het stuur inderdaad, ja. Dus, klopt als een bus, niet?